Beste Leidse medeburgers, welkom vanuit deze lege Pieterskerk, de plaats waar in 1574 de bevrijding van de Spaanse overheersing werd gevierd en waar vanaf 1945 ieder jaar de herdenking van onze medeburgers die de oorlog niet hebben overleefd, wordt gehouden. Dat dit jaar vanuit een lege kerk moet, het is ons wonderlijk te moede. Zonder honderden aanwezigen, zonder onze veteranen, zonder onze Britse vrienden uit Oxford, our liberators. Zonder ook straks bij de stille tocht, een massale tocht over het gehele Rapenburg op weg naar het bevrijdingsmonument bij Molen de Valk. Waar ieder jaar ook nog weer honderden medeburgers ons opwachten voor het defilé en de plechtigheden aldaar. Toch vindt de Stichting Dodenherdenking dat ook, en misschien wel juist dit jaar, er alle reden is om stil te staan bij de offers die gebracht zijn destijds. Ook anderen zijn dat van mening. Straks om 7:00 zal bij de bevrijdingsboom aan de Zeemanlaan door bestuurders van de vereniging Professorenwijk en Burgemeesterswijk ook een krans worden gelegd. Op hun website wordt hiervan verslag gedaan. Van deze algemene herdenking kunt u, ons publiek, niet lijfelijk getuige zijn. U bent wel van harte uitgenodigd om vanavond na 8:30 en morgen bloemen en kransen daar te leggen. Houdt u dan alsjeblieft wel de afstandsregels daarbij in acht. En deze herdenking zal, zoals steeds, een toespraak hebben. Burgemeester Henri Lemfrink zal daarbij de spreker zijn. Er zal muziek zijn, ook hier in deze kerk. Maar bij het monument bent u straks op afstand en in gedachten toch welkom. De vlag wordt half stok gehesen, de taptoe zal klinken. Stadsdichter Marianne van Velzen heeft een gedicht gemaakt. Er zal gezongen worden en namens u, onze burgers en het gemeentebestuur zullen kransen worden gelegd. De mooie vrouw op ons vertrouwde oorlogsmonument, in gepeins verzonken, de vrouw die volgend jaar 65 wordt, kijkt op deze 4 mei uit over een nagenoeg leeg plein. Maar als de slotmuziek Abide With Me zal klinken, dan weet zij dat u toch allen haar getuigen zullen zijn. Dat zij ook dit jaar niet alleen is. Dat ze omringd is door ons allen in gedachten. In deze bijzondere tijden is dat wellicht een zeer bemoedigende gedachte. Thank you.
Burgers van Leiden, dames en heren. In gebondenheid staan we vanavond stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En morgen bij 75 jaar vrijheid. We hadden het ons allemaal anders voorgesteld. 75 jaar is immers niet niks en we wilden daarvoor graag goed uitpakken. Maar vandaag, juist op deze dag, blijft de Pieterskerk beklemmend leeg. Wij herdenken de slachtoffers van oorlogsgeweld door juist niet samen te komen, maar op veilige afstand van elkaar te blijven. Het is dit jaar wellicht de laatste grote herdenking en viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog, waarbij nog mensen aanwezig zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Die generatie met al haar herinneringen sterft immers uit. We moeten het daarna doen met geleend geheugen, zoals de journalist Jeroen Heldring het ooit noemde. Met de herinneringen van de vorige generatie en de verhalen die daaruit zijn verteld. Mijn eerste geleende herinneringen aan de oorlog hebben betrekking op Delden, de plaats waar mijn ouders woonden tijdens de oorlog. Ik heb ze van mijn moeder. Mijn vader sprak er niet over. Wat mijn moeder mij vertelde, maakte indruk. Zoals het verhaal van de huwelijksnacht in 1941, waarin mijn vader eigenlijk was ingedeeld om telefoon- en telegraafkabels te bewaken. Een soort algemene dienstplicht voor de mannelijke bevolking, maar die hij verzuimde om bij mijn moeder te kunnen zijn. Of het verhaal van de verwoesting van ons huis in 1944, toen terugkerende geallieerde bommenwerpers de laatste bommen uitwierpen, maar in plaats van de beoogde spoorlijn het huis van mijn ouders raakten. Mijn moeder en mijn oudste zus, die in de wieg lag, waren thuis. Zij overleefden het wonderbaarlijk. De laatste oorlogswinter brachten mijn ouders door op een steenkoude zolder met onbeschoten kap boven een smederij. Ook de manier waarop mijn moeder vertelde hoe het bij haar door merg en been ging toen ze in april 1945 vanuit een kelder hoorde hoe gewonde jonge soldaten, kinderen eigenlijk nog, om moedie riepen, vergeet ik nooit meer. Van en over lijden tijdens de bezetting ken ik inmiddels veel meer verhalen. Er zijn er ook veel bewaard gebleven. Nederlanders beseften heel goed dat ze een uitzonderlijke periode meemaakten. Velen hielden dagboeken bij of schreven later hun herinneringen op. Foto's, films, archieven en objecten completeren het beeld. De oorlog was en is nog steeds een met veel emotie omgeven tijd. Velen voelden de steeds toenemende dreiging doordat ze naaste verwanten verloren of vrienden en kennissen opgepakt zagen worden. De toenemende onrechtvaardigheid, de beklemmende onvrijheid en de voedselschaarste maakten diepe indruk. De oorlog was ook een periode waarin velen voor grote dilemma's stonden. Keuzes konden ernstige persoonlijke consequenties hebben voor de personen die ze maakten of hun naasten. En de eerste jaren was het ook nog niet duidelijk dat Duitsland de oorlog zou verliezen. De Leidse oorlogsverhalen zijn rijk aan bijzondere ervaringen en zijn bekend of minder bekend meer dan waard om in herinnering te blijven. Als aandenken aan een tijd waarin vrijheid een begrip was waarna verlangd werd, waarvoor gestreden werd. In mei 1940 werd er eerst nog gevochten om de vrijheid te behouden, ook bij Leiden. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 waren Duitse luchtlandingstroepen bij de vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg geland en de laatsten hadden daarbij ook de brug over de Haagse Schouw veroverd. Met zwaar verouderde geweren en heel weinig munitie wisten de nog ongeoefende recruten die in de stad gelegerd waren die brug te heroveren, waarbij de reservemajoor Herman Mulder een heldenrol speelde. Het verslag van zijn acties kun je in het Leidse gemeentearchief vinden. Mulder schreef dat hij op de fiets achter een vrachtwagen aanreed en op die manier de brug naderde. En dat hij even verder bij een huis zicht kreeg op Duitse soldaten. Met een geleende karabijn wist hij een Duitse soldaat te doden en een tweede te verwonden.
Even later kon hij samen met een sergeant nog een Duitse soldaat neerschieten, waarna de twee Duitsers die nog niet getroffen waren zich overgaven. De brug was heroverd. Maar het mocht uiteindelijk niet baten. Ons land capituleerde enkele dagen later. Maar ieder jaar staan we nog stil bij de gebeurtenissen van toen, bij het monument voor de gevallen Nederlandse soldaten dat in 1941 werd opgericht bij het Haagse Schouw. De eerste maanden van de bezetting leek er aanvankelijk nog niet zo heel veel te veranderen. Er waren zeker sterke anti-Duitse gevoelens en de afkeer van leden van de nationaal-socialistische beweging was groot, maar in het uiten daarvan was men wel voorzichtig. In Leiden was dat wel iets minder het geval dan elders. De Leidse hoogleraar Rudolf Kleveringa noteerde in juni 1940 een grap die de ronde deed. Duitsers zouden Nederlanders niet langer kaaskoppen noemen, maar fluitketels. Waarom? Wel, de Nederlanders koken van binnen, maar fluiten van buiten. Dat koken richtte zich niet alleen op de Duitsers, maar ook op de leden van de Nationaal-Socialistische Beweging, de NSB'ers. Leidenaar Han de Wilde, die een winkel in textielwaren had aan de Breestraat, noteerde in zijn dagboek tal van opmerkingen over de publieke opinie tijdens het eerste jaar van de oorlog, die allemaal als strekking hadden dat de haat tegen de Duitsers groeiende was. Maar ook dat de woede over de NSB'ers misschien nog wel veel groter was. Dat uitte zich ook in wat er op straat gebeurde. Er waren regelmatig opstootjes. Bij de NSB-winkel werden de ruiten ingegooid. NSB'ers werden uitgefloten en uitgejouwd, of in ieder geval met minachting bejegend. Op de scholen waren tassen met anti-Duitse afbeeldingen populair en het aantal grappen over Duitsers en NSB'ers oneindig. De houding van de bevolking had natuurlijk alles te maken met het verlies aan onafhankelijkheid, met gekrenkte nationale trots, maar zeker ook met de materiële omstandigheden, de rantsoenering en het algemene gevoel dat de moffen hier alles weghalen, zoals de Wilde dat in december 1940 beschreef. Van hun principiële houding was zelfs bij de invoering van discriminerende bepalingen zoals de Ariërverklaring nog weinig sprake. Maar bij het ontslag van Joodse ambtenaren en dus ook hoogleraren in november 1940 ontstond die wel. De Leidse hoogleraren Kleveringa, Barge en Van Holk hielden alle drie een vlammende protestrede. Dat vergde moed, want men kon represailles verwachten. Ook al was toen nog absoluut niet helder waartoe de nazi's wel niet in staat waren. De rede van Rudolf Kleveringa in het Groot Auditorium is het meest bekend geworden en is inmiddels een icoon voor de weerstand tegen de nationaal-socialistische ideologie in de oorlog geworden. Maar de toespraak van Ton Barge, waar de Bargelaan achter het station naar is genoemd, in de collegezaal van het anatomisch laboratorium aan de Wassenaarseweg, was inhoudelijk zeker zo scherp. Hij maakte korte metten met de Duitse rassenleer. W. Heijmans, die als student aanwezig was bij het college, beschreef later dat iedereen voelde wat er gebeurde. Dat het voor iedereen een onverwachte, maar ook onvergetelijke gebeurtenis was. En daarnaast dat eigenlijk niemand dacht dat Barge buiten zijn boekje ging. Hij bleef de zaak immers strikt wetenschappelijk benaderen. Toch verliet er één persoon boos de zaal. Dat was een NSB-student. De gebeurtenissen volgden elkaar hierna snel op. De rechtenstudenten en vele anderen begonnen een staking, aangespoord door professor Ben Telders, collega van Kleveringa. De bezetter reageerde met het sluiten van de universiteit als onderwijsinstelling. Telders en de anderen werden opgepakt. Telders overleefde de oorlog niet. Leiden vormde ook het decor van een flink deel van de ervaringen van Erik Hazelhoff Roelfsema, auteur van het in de hele stad aangeplakte en verspreide Leids manifest, waarin hij protesteerde tegen de sluiting van de universiteit. Hij zette zijn herinneringen aan de oorlogsjaren op papier in zijn boek Het Hol van de Ratelslang, later heruitgegeven als Soldaat van Oranje 1940-1945.
Het boek werd met Rutger Hauer in de hoofdrol verfilmd als Soldaat van Oranje. En die film, die deels ook in Leiden is opgenomen en de nu al bijna 10 jaar in een van de hangars van het vroegere vliegkamp Valkenburg draaiende musical met dezelfde naam, hebben het verhaal van heldenmoed en verraad tot een van onze klassiekers gemaakt. Al met al was het in Leiden in het eerste oorlogsjaar tamelijk onrustig. Onrustiger dan elders. En dat leidde ertoe dat burgemeester meester Adriaan van de Zanden-Bakhuizen per 1 april 1941 het veld moest ruimen. Hij werd vervangen door meester Raymond de Ruiter van Stevenink, een van de vroegste leden van de NSB. Hij had stamboek nummer 130. De Leidse gemeenteraad functioneerde toen nog en ook de wethouders waren nog gewoon op hun post. De sociaal-democratische wethouder Max Verwij, die zijn herinneringen aan het papier heeft toevertrouwd, meende dat dat ook goed kon, in het belang van de gemeenschap. Toen de gemeenteraden per 1 september 1941 werden opgeheven en het eenhoofdig bestuur van de burgemeester werd ingesteld, diende hij echter samen met zijn collega-wethouders alsnog zijn ontslag in. Dat werd evenwel niet aanvaard. Ook niet geweigerd, overigens. Het werd in beraad genomen. En gehouden. Pas in de zomer van 1944, toen een van de andere wethouders werd vervangen door een NSB'er, besloot hij enkelzijdig ontslag te nemen en onder te duiken. In de tussentijd hadden hij en zijn collega's steeds te dealen met de afweging nu vertrekken of doorgaan, om er voor de bevolking het beste van te maken. Het klassieke dilemma van de burgemeester in oorlogstijd. Ook al ging het hier om een wethouder. Verwij had een mild oordeel over de Ruiter van Stevenink. Hij sprak met ambtenaren eigenlijk niet over politiek, stuurde wel af en toe wat NSB-propaganda rond in de organisatie, maar dat had weinig succes. Verwij schreef dat hij waardering had voor de kwaliteit en de werkkracht van de Ruiter van Stevenink en dat hij wist dat die het met verschillende maatregelen van de bezetter niet eens was en gedwongen werd aan de uitvoering daarvan mede te werken. En verder schreef Verwij dat hij ervan overtuigd was dat Stevenink het met de belangen van de gemeente en de ingezetenen heel goed meende en met tact en beleidvol optreden trachtte de moeilijkheden en ongemakken die de bezetting meebracht zo draaglijk mogelijk te maken. Ernstige feiten zijn daarover de Ruiter van Stevenink ook nooit naar boven gekomen. Wel bleef hij ook na de oorlog de nationaal-socialistische ideologie trouw, waardoor hij toch nog een flinke straf opgelegd kreeg. De rol van de Ruiter van Stevenink toont overigens aan dat het allemaal niet volledig zwart-wit was tijdens de oorlog. Het meest schrijnende wat zich tijdens de bezettingsjaren heeft afgespeeld is ongetwijfeld de Holocaust. Anti-Joodse maatregelen volgden elkaar in Nederland vanaf september 1940 in een rap tempo op, dus ook in Leiden. De vrijheid van Joden werd stap voor stap ingeperkt. Een steeds groter deel van de openbare ruimte werd voor hen tot verboden gebied verklaard. De contactmogelijkheden met niet-Joden steeds verder beperkt. Op de persoonsbewijzen en op de kleding werden markeringen aangebracht dat de drager ervan Joods was. Joden waren gebrandmerkt en hadden nauwelijks bewegingsruimte meer. Daarmee vormden ze een makkelijke prooi. Leiden telde bij aanvang van de oorlog zo'n 350 Joden. In 1941 gaven zich in de hele regio 470 Joden als zodanig op. Terwijl daarnaast 151 mensen melden dat ze 2 Joodse grootouders hadden en 70 dat ze er 1 hadden. Van de Joden uit Leiden en omgeving heeft naar schatting ruim 40% de oorlog overleefd. Dat is ongeveer het hoogste percentage dat in Nederland is gevonden. Hoe dat zo kwam, daar hebben meer mensen zich het hoofd over gebroken. In Leiden was in ieder geval een groot verzetsnetwerk actief, voor een deel al vrij vroeg, dus nog voordat duidelijk begon te worden dat Duitsland de oorlog ging verliezen en zelfs al voor de Joden-razzia's
in voorjaar 1943. Wellicht waren Joden in Leiden en omgeving ook wel meer geassimileerd dan elders, zodat het makkelijker was contact met niet-Joden te onderhouden en men eerder kon onderduiken. Het grote aantal gemengde huwelijken wijst daar althans wel enigszins op. Als dit klopt, heeft het ook wel iets wrangs. Je hebt meer kans op overleven als je maar niet jezelf bent. Naar alle waarschijnlijkheid is ruim 1/3 van alle Leidse Joden ondergedoken geweest, in Leiden of elders. Mogelijk hadden nog meer Joden, vooral kinderen uit het Joods Weeshuis aan de Rodeburgstraat, de oorlog overleefd als directeur Nathan Italy in maart 1943 gehoor had gegeven aan de waarschuwingen die via zijn buurman Heimen Stoffels tot hem kwamen. Afkomstig van agenten uit het Leidse politiekorps, van de conciërge van het politiebureau en van een dame uit het verzet die op de kinderen van een hoge Leidse politieman paste en het plan voor het leeghalen van het weeshuis in een la had zien liggen. Daar zijn verschillende getuigenissen van. Italy weigerde echter de kinderen te laten onderduiken. Hij wilde als eindverantwoordelijke voor de 51 wezen de groep bij elkaar houden, met desastreuze gevolgen. Bijna alle kinderen waren binnen weken, hooguit maanden, vermoord. De meesten in Sobibor. Lotte Adler, een meisje van Duitse afkomst, is symbool geworden van het trieste lot van de kinderen. Haar levensverhaal is beschreven door een schoolvriendinnetje aan de hand van het fotoalbum van Lotte dat bewaard is gebleven. Het citaat van Lotte op de titelpagina: "Ik zing terwijl het binnen in mij huilt," spreekt de boekdelen. Uiteindelijk zijn ook in Leiden toch meer dan de helft van de Joden omgekomen. En dat kon alleen maar doordat vele Nederlanders daaraan hebben meegewerkt. Ambtenaren van de burgerlijke stand en andere functionarissen. Ambtelijke stiptheid en correctheid zaten bij de meesten ingebakken. Slechts weinigen durfden het aanvankelijk aan de maatregelen van de Duitsers actief tegen te werken. De Leidse politie, zonder inzet waarvan de deportaties nooit hadden kunnen plaatsvinden, heeft op enkele individuele dappere uitzonderingen na ook gewoon meegewerkt aan het uit huis halen en bijeenbrengen van Leidse Joden. We moeten daarbij wel bedenken dat het korps toen werd geleid door de NSB-commissaris Hofman. Sommige agenten, waaronder Willem de Groot en Adriaan Biesheuvel, behoorden zelfs tot de categorie fanatieke Jodenjager. Er zijn meer bijzondere verhalen over Leiden in de oorlog, over de verzetsgroepen en de verzetsacties bijvoorbeeld, die vooral de laatste jaren van de bezetting, toen de Duitse nederlaag zich begon af te tekenen, steeds groter en actiever werden. Een echte eenheid vormde het verzet overigens nooit. De groepen trokken meestal hun eigen pad. Alexander Bernhard, in de kringen van de illegaliteit bekend als Lex, en tijdens de oorlog werkzaam bij de distributiedienst, schreef vlak na de oorlog zijn herinneringen op. En met hem hebben ook anderen daarover getuigd, op papier of in interviews. De meeste activiteiten van het verzet speelden zich overigens in stilte af. Daar merkten maar weinigen iets van, zoals de hulp aan onderduikers en het spionagewerk. Maar het werk was wel gevaarlijk en kon tot ernstige represailles leiden. In en rond Leiden verschenen talloze illegale bladen en er waren illegale zenders. Hoe gevaarlijk dat wel niet kon zijn, bewezen de Duitsers toen ze in illegale zender die in het huis Lammensgansweg 68 was verborgen, samen met de radioman te pakken kregen. Het huis werd gewoon opgeblazen. Dat is nog te zien. Het is na de oorlog in afwijkende vorm weer opgebouwd als Daliastraat 25. Gewelddadig verzet vond er in Leiden in de eerste jaren nauwelijks plaats. Er zijn slechts enkele feiten geregistreerd. Vanaf 1944 werd dat anders. Overvallen op en diefstallen uit bedrijven en distributiekantoren in Leiden en omgeving en dergelijke waren niet van de lucht. Twee gewelddadige acties uit de eerste helft van 1944 zijn min of meer tot de collectieve herinnering gaan behoren.
de moordaanslag op de NSB-directeur van het arbeidsbureau Gerard Diedricks in januari 1944 en de poging tot brandstichting in de vuurwerkfabriek Kat 2 maanden later. Beide acties waren zonder succes, hoewel Diedricks wel zwaar gewond raakte. De represailles waren zwaar. Na de aanslag op Diedricks werden 40 bekende anti-Duitse leidenaren gearresteerd. 3 daarvan, Harmen Douma, Hans Flu en Christian de Jong, werden de volgende dag gefusilleerd. Aan het drietal is in Leiden een straatnaam gewijd. Na de aanslag op de vuurwerkfabriek Kat doken de betrokken leden van het Leidse verzet onder. Daarop werden familieleden en anderen grotendeels uit de wijk De Kooi gevangen genomen en weggevoerd. Verscheidenen van hen keerden na de oorlog niet terug. Op het monument De Naald in De Kooi staan hun namen vermeld. En ook hier staan we ieder jaar nog even bij stil. Fysiek is Leiden de oorlog grotendeels onbeschadigd doorgekomen. Alleen de havenzakbuurt bij het Centraal Station en het gebied rond het vroegere Herensingelstation is door geallieerde bombardementen getroffen. Die wilden het transport van V2's via Leiden naar Wassenaar, waar ze op Londen werden afgeschoten, verhinderen. Maar dat mislukte. De spoorbruggen en stations bleven intact. Alleen de omgeving werd getroffen met enkele tientallen slachtoffers. Er zijn veel getuigenissen van de bombardementen, over hoe mensen deze hebben meegemaakt, hoe het ging met het ruimen van puin en het bergen van slachtoffers in de ruïnes. Soms ook over geld dat aangetroffen werd, of over verborgen voorraden voor oorlogse goederen. Deze vergeten bombardementen zijn enkele keren herdacht in Leiden. Bij Leiden Centraal is een kunstwerk aangebracht ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Uiteraard circuleren er veel en veel meer verhalen over Leiden uit de oorlog, zeker over het dagelijks leven, maar ik kan ze niet allemaal aanhalen. We moeten ze koesteren, want ze helpen ons herinneren aan deze indrukwekkende periode in onze geschiedenis. Het is nu 75 jaar na onze bevrijding. We herdenken de slachtoffers en vieren de herwonnen vrijheid nog steeds jaarlijks. En dat is goed, want vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Een heel klein beetje, iedere vergelijking hierbij is eigenlijk gevaarlijk, merken we dat op dit moment ook. Onze klassieke vrijheid om te doen en te laten wat we willen is ingeperkt om het coronavirus de baas te worden. Maar de maatregelen zijn afgekondigd door onze democratisch gekozen regering. En ze worden uitgevoerd door onze functionarissen. Ze mogen vrijelijk worden bekritiseerd. En het doel, het tegengaan van de overbelasting van de zorg en het voorkomen van te veel slachtoffers, is nobel. Maar het helpt wellicht wel een heel klein beetje bij het besef dat niks vanzelf gaat. Dat we moeten blijven vechten voor onze vrijheid, voor het behoud van een moreel kompas bij ons handelen. Zonder kunnen we niet. Ik wens u een hele goede herdenking toe en morgen, ondanks alles, een fijne bevrijdingsdag. Thank you.
Thank you.
Dames en heren, jongens en meisjes van Leiden. Hartelijk welkom hier op deze bijzondere plaats. Op deze bijzondere dag. Voor deze bijzondere herdenking. Wij beginnen de herdenking met liederen door Emma Brown. Wij beginnen deze bijeenkomst met Tap Toe, door Ronald Horsman van KNG geblazen. Daarna zal 2 minuten stilte zijn en wordt door Emma Brown a cappella het Wilhelmus gezongen. Thank you.
Dames en heren, de drie herdenkingen die er dit jaar toch in Leiden zijn gehouden, zijn het resultaat van inspanningen van heel veel mensen die vonden dat je juist in deze dagen, juist bij het herdenken van de doden, niet afwezig mocht blijven. We zijn blij dat heel veel mensen uit Leiden hiervan ook getuigen hebben kunnen zijn, zij het niet fysiek en op afstand. Wij denken dat wij ons oorlogsmonument en die mooie dappere vrouw die hier achter mij staat eer hebben bewezen zoals zij toekomt. In de naam van al die mensen die driekwart eeuw geleden al herdachten wat voor een afschuwelijke tijd ze achter de rug hadden en wat voor toekomst ze hoopten. Het woord is nu aan de stadsdichteres Marianne van Velsen. Achter afgeplakte ramen werd slechts gefluisterd, omdat angst zich in cement weet te nestelen. Op netvliezen branden zich beelden die niet verjaren. Hier verstoppen zich zolders, achterhuizen, dagenlange tochten. Diep in de huid doken gevoelens onder. Onzichtbaar houden ze hier eindeloos hun adem in. Een kille zoektocht volgde naar de verzamelplek in geval van calamiteiten. Zonder weerberichten. Curves, updates, met hoop op een nieuwe lente. Hier blijven we zwemmen, tegen stromen in en herlezen we verhalen. Hier verzetten we ons, tegen de weigering om thuis te horen. Hier leven we, voor alle niet geleefde levens, in altijd geleende tijd. Hier leven we. Na de stadsdichter eindigen we met de kranslegging. De eerste krans zal worden gelegd door de burgemeester Henri Lemferink namens de gemeente Leiden.
En de tweede krans zal door u allen, Leidse burgers, jong en oud, worden gelegd uit respect voor al diegenen die in de oorlog en in het verzet hebben gedaan wat ze moesten doen. Het slotlied Abide With Me zal gezongen worden door Emma Brown. Wij wensen u straks een mooie herdenking nationaal op de Dam om daar getuige van te zijn. En morgen ook een goede bevrijdingsdag. Dank u wel. Dit televisieprogramma van Omroep Sleutelstad op 4 mei 2020 is een initiatief van de Stichting Dodenherdenking Leiden en kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Leiden, de Historische Vereniging Oud-Leiden en woningbouwvereniging De Sleutels. De Stichting Dodenherdenking dankt alle medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan deze uitzending.